Nou, ik ben Donald Res van Kling, CTO al daar. En wij bieden e-commerce tools aan voor broadcasters en andere uitgevers voor de verkoop met name van hun online media. De consument kiest. Dus het gaat erom dat het iets is wat hij echt interessant vindt, hij of zij. Dat kan aan de ene kant heel erg niche tutorial gedreven zijn. Aan de andere kant de grote live evenementen of sportevenementen, zeg maar, wat gedragen wordt door een heel groot vlak. En in de breedste zin zie je daar veel van wat on-demand gebeurt. Het grote verschil is natuurlijk dat de kleine partijen opeens ook heel veel mogelijkheden hebben voor creatie en distributie op het internet. Waar ze vroeger natuurlijk geen zendtijd konden krijgen, hebben ze nu zoveel zendtijd als dat ze zelf kunnen creëren. Wat wij zien wat heel goed werkt is sportevenementen, grote concerten, maar ook hele niche tutorials. We hebben bijvoorbeeld een fitnessstudio in New York die ons gebruikt, wat heel succesvol is. En dus eigenlijk veel meer merken waar een consument een personal engagement mee heeft. Dus waar het is niet, het is op tv, dus je ziet het. Maar het is veel meer een bewuste keuze van een consument. En ook als merk moet er veel meer gedaan worden om het merk op te bouwen. En dus een bekend eindstation te worden voor de consument. Voor live zien we heel specifiek, mensen willen er gewoon bij zijn op dat moment. En dat is, het is algemeen al bekend. Waarom ga je naar een voetbalstadion of waarom ga je de voetbalwedstrijd, waarom wil je die live kijken? Omdat het een uur later is het al niet meer interessant genoeg. En voor live evenementen maakt dat online ook een heel goed platform om live broadcasting te doen. En dat het is wederom hetzelfde wat ik net al zei. Iedereen kan nu zijn consumenten vinden. Ook al ze hebben niet meer de zendtijd nodig. Ze kunnen wereldwijd nu een bereik doen. Dus een voorbeeld daarin, we hebben bijvoorbeeld voor World Jiu-Jitsu evenement gedaan. Dat is een relatief kleine sport, maar over de hele wereld zijn er een heleboel van. En zij hebben dus nu de mogelijkheid om een live evenement wereldwijd uit te zenden zonder complexiteit van uitzendrechten in ieder land en dergelijke. Dus we verkopen simpele video's à la de iTunes prijzen van 79 cent of een euro. Maar we verkopen ook live evenementen echt voor 70, 80 euro. Of conferenties, dat soort zaken waar we zelfs nog hogere prijzen zien. Consumenten beginnen ook weer meer kwaliteit te waarderen. En dat iets met specifiek en met aandacht is gedaan. En ze beseffen ook beter wanneer iets is wat puur leuk is. En wat vanuit een klein studiootje of een eenpersoons komt versus de echte producties of sportevenementen. Uiteindelijk zal de consument naar de entertainment blijven zoeken, waar die ook is. Wij geloven heilig in een betaalrelatie opbouwen, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk net als dat je traditioneel ooit eens een keer een filmpje ging huren of een magazine ging kopen in een kiosk. Ik geloof eigenlijk nog steeds in het fenomeen dat je eerst het heel erg laagdrempelig wilt maken om het echt een keer te ervaren wat je er nou van krijgt. Dus dat kan gratis zijn, maar we denken juist dat je ook op een hele simpele manier bijvoorbeeld pay-per-view moet aanbieden. Uiteindelijk is de blijven abonnementsmodellen natuurlijk de heilige graal. Dus daar wil je toch naartoe werken, heel veel mediabedrijven. Maar wij geloven er sterk in dat je dat opbouwend moet doen met verschillende businessmodellen. Zoals pay-per-view of dagpassen of dergelijke. Dus wat wij heel erg zien als wij eigenlijk de live video, muziek en artikelen, als we dat naast elkaar zetten. Dan is dit ook eigenlijk de rij hoe wij zien hoe op dit moment geld wordt verdiend. Dus echt vanuit live is het heel veel hoge marges, hoge conversie en dergelijke. En dat loopt eigenlijk af naarmate je die ladder afgaat. Dus wat we ook aangeven aan, en wat je natuurlijk al ziet, is veel nieuwspartijen die worstelen met hun verdienmodellen. Ik zeg, ja, waarom, jullie hebben de eyeballs, waarom gaan jullie niet rechten krijgen van evenementen en die monetizen? Dus
We geloven daar heilig in dat er ook op die manier veel meer spelers zullen zijn die in de live video een significante rol gaan spelen.